Everybody, welcome to the Saxion International Project Week. De Internationale Projectweek. Meer dan 1000 studenten in multidisciplinaire teams die een week lang bezig zijn met het genereren en het oplossen van problemen voor het bedrijfsleven. We hebben een opdracht gekregen vanuit het Kennispark. De opdracht was om een innovatief product te ontwerpen die gebruik maakt van thermoelektrisch generatoren. En we hebben gisteren de eerste dag dus gebrainstormd over ideeën. En we hebben dan een paar van die ideeën even ontleed, kijken of het haalbaar is. Het leukste aan dit project is dat het een natuurkundige kant heeft, wat gewoon mijn vakgebied is. En dat is gewoon leuk om daarmee te werken en dat er ook nog een toekomstvisie voor is eigenlijk. Dus het blijft niet alleen bij deze week, zeg maar. Wij hebben een opdracht van Stork Thermic, die lassen warmtewisselaars en daar kunnen ze niet heel goed bij het lassen, wat veel fouten oplevert. En daarom hebben wij nu een stijgermodule ontwikkeld die instelbaar is, zodat de lasser goed bij zijn werk kan en daardoor minder fouten maakt. Also unser Projekt ist von 100% Fett. Es geht um ein Veloskop, einen Prototypen, der schon hergestellt wurde. Der ist aber zu groß, zu dick, zu schwer. Wir sollen ihn jetzt verkleinern, kompakter machen. Unsere Lösung ist jetzt, dass wir andere Materialien nehmen ein paar Komponenten raus und machen ein komplett neues Design, dass es für jeden ansprechbar ist und hoffen, dass es gut angenommen wird.